Nou, nou eindelijk met een filmpje. Ja, een Porsche 996 Turbo. Ja, een Turbo. Een plaatje. Ja. En een advocaatje erop. Met een nieuw kenteken. Ja. Dat zijn de echte auto's, hè? Turbo. Turbo. Ja, uiteraard, ja. Lastig. Ik moet een stukje rijden. Ja, dat is een droomauto. Dat is het in principe ook. Maar dan de 911 uitvoering. Dit is een watergekoelde 6-cilinder. 420 pk. Dat is best wel veel. Is even het raampje dicht. En ik had toestemming om te rijden van deze eigenaar. Dus dat ga ik dan natuurlijk ook doen. Dat laat ik natuurlijk maar één keer zeggen. Dan schijnt het toch heel snel te zijn. En dat mag ik uitproberen. Als die kraan maar daar blijft. Ja, wat een straf. Hij komt uit 2004. Oh, dat is best wel snel. Dat is best wel snel. Ah, jezus, tijd geleden een filmpje heb gehad. Ik word er gelijk weer vrolijk van. Ik moet Tommy wat vaker gaan filmen. Ik moet vaker gaan filmen. Daar word ik nog vrolijker van. En je moet een beetje uitkijken hier zo, want ja. Ja. Leuk! Zijn hier allemaal mensen aan de kant? Wat is dat hier zo? Ja. Film ze wel. Nou, de eigenaar van deze auto die wil in de anonimiteit. Nou, dat is prima. Geen probleem. Geen foto's. Jammer. Ja, kijk. Dit is toch mooi? Ja, hele nette auto. Cabrio-uitvoering. Er zijn er maar 3000 van gemaakt, vertelde hij me. Ja, daar moet je ook van houden natuurlijk. Lekker, kijk. Dit is niet heen. Oeh, nou, ik ga even een stuk rijden, maar wordt hem niet. Oh, dat nog. Oh, wit kenteken, uitkijken. wit kenteken. Nou, uiteraard goedgekeurd. Wat is dit allemaal hier? Zo. Jezus. Nou. Hij rijdt echt lekker. Op dat kleine stukje wat ik dan rijd. Ja, dan is dit toch wel. Voel je wel gelijk. Je voelt gelijk of het slecht is, een rotte auto, weet ik. Het is een strakke auto. Niet zoveel kilometertjes. Ik geloof dat hij uit Amerika komt. Leuk is als je kunt driften, maar dat doen we niet, want het is niet mijn wagen. En ook al zou het mijn wagen zijn, doe ik het ook niet, want ik vind het zonde als dat kapot gaat allemaal. Dat ga je gewoon niet doen. Ja. Even lachen, ja. Oh leuk, Martijn. Oeh, jullie bent er voller. Oeh. Ja, dat is gewoon een mooie auto. De meneer die heeft dat goed gedaan. Hey, weet je, je kan hier gewoon niet hard rijden. Moet je ook niet willen, jongen. Dat is... Ga ik een paar nieuwe banden eronder zetten, dan is die helemaal bijna perfect. Bijna perfect is die niet, dan moet die nieuwe zijn. Dat is die niet. Zo. Wat een straf. Wat een straf, zo. Ja, even mooie autootjes maken. Nou, dit was hem. Lekker lang filmpje.